zo. Ik weet niet eens aan het. Oh ja, Esther. Jij wil nog binnenkort even zwemmen met elkaar? Oh ja, maar dan moeten we even weg. Ja. Op een zondag ergens. Ja. Op een zondagochtend of zo. Ja, dat komt allemaal wel goed. Mijn droom is over 4 jaar om als eerste jongen naar het Nederlands kampioenschap synchroon zwemmen te kunnen. Daar moet ik nog 1 examen voor halen en die is over 4 weken. Ik hoop het zo dat ik het red. Zo liggen. Je hebt met 1 been omhoog. Oh, en 1 been zo goed afgestrekt. Bij mij lukt dat niet. Nog net zo. Aan mijn kont. En Esther is gewoon zo goed. En jij wilt hetzelfde als haar bereiken? Ja. En God, zij gaat als goed ook wereldkampioenschappen doen en ik niet. Hoezo ik niet? Ik mag niet. Hoezo niet? Weet ik niet. Van je ouders? Nee, van mijn ouders mag ik wel. Enkel, ik mag niet van de KNZB, omdat ik een jongetje ben. Ja, dus? Een jongen? Of maakt het uit? Is toch leuk? Een jongen! Een keer een jongen erbij. Lijkt me juist leuk. Mm-hmm. Het was best wel grappig hoe we een verkering kregen. Ja, was echt heel grappig. Echt van, wil je verkering met me 2 dagen later? Ja hoor, ik wil verkering met... Nee hoor, ik vroeg... Jij vroeg aan mij, wil je verkering met 2 dagen later. Kusje, kusje. 2 dagen later vroeg ik aan jou, wil je verkering met me, kusje? Toen zei jij, ja natuurlijk, ik vroeg 2 dagen geleden ook al. Toen zei ik, oh ja, yeah, dat is waar. En toen was het aan. Ja, kusje, is het kusje. Eigenlijk nu nog steeds aan? Ik weet het niet meer. Ja, het is nog aan. Ja? Mm-hmm. Oké, mooi. Andere hand hier, Bonnie. Doorstrekken. Strakker, kom op, strakker. Nou. Ga nog een keer, stop maar, stop maar. Giovanni, welke hand moet je doen? Links. Nadenken. Je bent er niet bij, nadenken. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Concentreer je, Giovanni. Niet de hele tijd onder water. Kijk niet de hele tijd naar de meiden, Giovanni. Giovanni, wel op blijven letten. Luisteren wat ze zeggen. Giovanni. Ik maak deze hut voor mij en voor Kim. Verkering betekent eigenlijk volgens mij dat je wil trouwen met elkaar. Later. En dat zou ik ook wel willen. Maar 2 weken geleden ging het ietsje minder goed. We waren wel een beetje boos op elkaar. En we gingen gemeene briefjes naar elkaar schrijven. Vervelia en zo. En zij schreef ook zulke briefjes naar mij. Ja, dat hoort wel een beetje bij een relatie. Een beetje boos op elkaar zijn. Ik had ook een grapje gemaakt tegen haar en toen was het gewoon weer goed. Ik had gezegd, zeg eens, rood is blauw. En toen zei ze dat en toen zei ik hou van jou. En toen was het weer gewoon aan. Van je af, die jongen van je af. Doe eens
iets naar voren nog, binnen naar achteren. Juist, hou vol, heel goed. Waarom oefenen we dit nu? Voor het NK. Voor het NK, want dat is je doel, hè? Dat wil je. En dan moet je altijd heel hard voor trainen. Strek je knie. Hou vol, nog 10 seconden. Nog 9, 8, 7, 6, 5, 1 en stop. Ja, nog dieper. Je moet echt nog dieper hoor. Nog iets dieper. Kan die nog dieper? Doet het pijn? Dat is goed. Nog verder. Probeer het. Iets naar voren nog. Nou, het wordt spannend of die goed wordt gekeurd. Op school word ik gepest omdat ze denken dat het een meisjesport is. Maar eigenlijk is het juist een jongenssport. Want in het verleden was het voor jongens. Maar nu hebben de meisjes het overgenomen. Ik vind het wel vervelend dat alleen meisjes naar het wereldkampioenschappen mogen. Er komt een dag dat iedereen mag. Hoop ik. Ik heb niet echt gedacht dat ik ermee zou stoppen, want ja, er zijn ook wel leuke meisjes bij. Lieve meisjes. Grappige meisjes. Meisjes waar je mee kan lachen. Meisjes waar je mee kan stoeien een beetje. Zoals onder water achter elkaar aan gaan zitten. De loop is wat zachter. Ik loop op normaal tempo. Jij loopt op langzaam tempo. En vind jij het ook een meisjesport? Of nou, vind ik vind het geen meisjesport. Ik ben heel trots op je dat je het toch doet. Want het is een, ja, iedereen zegt dat het een meisjesport is, maar dat jij gewoon denkt van ik vind het leuk, dus ik doe wat ik leuk vind. Mm-hmm. Tenzij het moorplegen is. Dat is helemaal niks voor mij. Ja, maar tenzij het moorplegen is, dan mag het natuurlijk. Het kan mij eigenlijk echt helemaal niks schelen, want ik heb straks echt iets bereikt. En hun kunnen alleen maar met dat saaie voetbal een beetje over het veld heen rennen. En kleine wedstrijdjes doen. Ja. En jij wordt gewoon groot wereldnieuws. Ja. Met de eerste jongen die daar naartoe gaat. Kom, de beroemde Giovanni, alla. Gaan we nog een paar buikspieren doen? Nee. Jawel. Auw, auw, auw. 1, 2. Zonder je buik op de grond. 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ja. 7, 8. Ja. Nog nooit gekust, hè? Echt wel! Nee, Anne, ik heb jou alleen kusjes op je wang gegeven. Ja, dat is kussen! Ja, maar niet zo... niet zo... dat niet. Gewoon zo... Hebben we eigenlijk nog wel verkering? Ja. Ik dacht van niet. Nou ja, omdat we natuurlijk weinig met elkaar afspreken de laatste tijd. Ja, we zien elkaar wel weinig voor. Ja, komt omdat jij heel vaak op zwemmen zit en ik moet heel vaak naar mijn kinderopvang. Is het waar dat je het uitwouden wil maken voor Delfina? Nee. Waarom zegt iedereen dat in de klas? Maar ik vind Delfina wel een beetje leuk. Zou je haar na mij willen of zou je haar echt gewoon nu willen? Naar jou. Je hebt al een hele lijst. Nou, Delfina wil je Laura, naar Laura wil je Elisa, naar Elisa wil je... Elisa! Nee, Sabine, ik. Je hebt een hele lijst met vrouwen die je wil. Sabine ook niet. Na Laura komt Floor zwemmen. Je bent echt. Waarom maak je een hele lijst met vrouwen die je wil?
Omdat als iedereen het uitmaakt. Soms ben jij de raarste knul die ik ken, weet je? Ja, snel heeft hij. Ja, dat is goed. Ja, veel beter. Ja, dat was het weer. Ben je een beetje zenuwachtig vanmorgen? Beetje wel. S'nachts gaan we zenuwen opbouwen en dan als ik wakker word, dan ben ik heel zenuwachtig. Denk je dat ik het morgen ga halen? Of het morgen gaat halen? Eigenlijk, als jij gewoon heel goed je best doet en je kopje erbij houdt, dan zou je het morgen wel kunnen halen. Maar het is wel belangrijk dat je dan heel goed plat zit in die split. En ook mijn hoofd boven water bij het muziek zwemmen. En als je daar gewoon aan denkt, dan denk ik dat je een goede kans maakt dat je het haalt. Ja. En dan kunnen we verder met je droom. Dan kunnen we naar het NK. Het NK, juist. Oké. Hey, slaap lekker. Ja. Tot morgen. We gaan beginnen met de lenigheid. Giovanni, 46 punten. De eerste keer dat ik een diploma aan een jongen mag uitreiken. Alsjeblieft. Ik ben ook geslaagd. Gefeliciteerd! Ik ben heel Ben je trots op me? Ik ben hartstikke trots op je. Ik vind het super stoer dat je het gehaald hebt. Ik ook. Dus nu kan je naar het NK. You're insecure. Don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover. Ik ben Giovanni en ik zat in de documentaire Giovanni en het waterblad en ik ben 12 jaar.
Mijn droom is al 4 jaar om als eerste jongen naar het Nederlands kampioenschap in synchroon zwemmen te kunnen. Daar moet ik nog 1 examen voor halen en die is over 4 weken. Ik hoop het zo dat ik het red. Het gaat heel goed met mij. Op school gaat alles goed. En ja, trainen gaat ook gewoon goed. En ik zit nu op de horeca vakschool Rotterdam. Daar doe ik 3 uur bakken en 3 uur koken in de week. En ik wil patissier worden. Een patissier is een hele hoge bakker die hele mooie taarten maakt, hele mooie koekjes maakt, al het gebak maakt, zeg maar, en komt dan heel mooi gedecoreerd. Zo liggen, ja, met 1 been omhoog en 1 been zo goed afgestrekt. Bij mij lukt dat niet, nog net aan mijn kont. En Esther is gewoon zo goed. En jij wilt hetzelfde als haar bereiken? Ja. En God, zij gaat als goed ook wereldkampioenschappen doen en ik niet. Hoezo ik niet? Ik mag niet. Hoezo niet? Weet ik niet. Van je ouders? Nee, van mijn ouders mag ik wel. Enkel, ik mag niet van de KNZB omdat ik een jongetje ben. Ja, dus? Een jongen? Of maakt het uit? Is toch leuk? Een jongen! Een keer een jongen erbij. Lijkt me juist leuk. Film heeft heel veel prijzen gewonnen. Hier in Nederland heeft hij er een paar gewonnen. En in het buitenland heeft hij er ook wel wat gewonnen. En we zijn ook een keertje naar Berlijn geweest voor de film. Dat was ook heel gaaf. Het lievelingsstuk uit de film was dat Hester werd opgeduwd. En dan gooien ze of zetten ze iemand in de lucht. En dan hou je die onder water, hou je die vast. En dat vond ik echt gaaf. Wij hebben eigenlijk nog nooit gekust, hè? Echt wel! Nee, Anne, ik heb jou alleen kusjes op je wang gegeven. Ja, dat was kussen! Ja, maar niet zo... niet zo... dat niet. Gewoon zo. Hebben we eigenlijk nog wel verkering? Ja. En we zien elkaar nu bijna niet meer. Mijn broertje die zit daar nog op school en heel soms kom ik hem ophalen en dan zie ik er langs fietsen, maar ik zie er bijna niet. Ik vind dat wel een beetje jammer. Verkering betekent eigenlijk volgens mij dat je wil trouwen met elkaar. Later. En dat zou ik ook wel willen. Ja, verkering is geen trouwen. Verkering is gewoon hele goede vrienden met elkaar zijn. Iets naar voren nog, binnen naar achteren. Juist, nou vol, heel goed. Waarom oefenen we dit nu? Voor het NK, want dat is je doel, hè? Dat wil je. En dan moet je altijd heel hard voor trainen. Strek je knie. Hou vol. Nog 10 seconden. Nog 9, 8, 7, 6, 5, 1 en stop. Met mijn team ben ik 2e geworden op het NK. Dus medaille. Mijn nieuwe droom is nu om een mixed duet te zwemmen. En dat is een duet met een met een jongen en een meisje en dan mag je naar de wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen of de Olympische Spelen.